Dag kijkers van TNW, welkom bij weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we verder met dag 4 van de Shotgun Week. En zoals je ziet gaan we stand-off doen. Hier staat stand-off helemaal klaar. Gisteren speelde ik ook stand-off met de KSG op Demolition. En ik zag stand-off hier dus net voorbij komen en ik denk, weet je, deze gaan we doen. Want het lijkt me leuk om eventjes een beetje te vergelijken hoe het is met de Remington als met de KSG. KSG ging best wel beast af en toe. Uiteindelijk is de score redelijk bij de 1KD geweest. Dat is wel jammer, maar uiteindelijk zaten er wel hele leuke stukken tussen. Dus we gaan vandaag beginnen weer verder met Black Ops 2 en de Shotgun Hardpoint. En wat is Black Ops 2 zonder de Remington? De Remington hoort en is gewoon een deel van Black Ops 2 geworden. In ieder geval zo voelt het voor mij aan. Hier pakken we de eerste kill. Daar pakken we de tweede kill. En daar pakken we de derde kill. En daar pakken we de vierde kill. Pakken we even die hardpoint punten. Hebben we de UAV. Zetten we snel in. En de Fury Killer hebben we binnengekregen. Dan ga ik even kijken en dan zie ik daar mensen staan. Ik gebruik geen... Ik krijg nog een hitmarker. Ik denk, misschien pak ik hem. Ik gebruik geen tacticals, geen andere dingen. Geen lethals. Ik ga gewoon echt met de Remington only. En de rest is op mijn perks en op mijn tenspins. En ik heb long-barreled laser sight. En stok. Dat is heel handig om te weten. Wil ik aimen, dan kan ik wel een beetje snel. Kijken of we hier een winst uit kunnen slepen met een redelijk goede score. En natuurlijk zit daar een camper. Dat is ook bijna altijd wel op die plek. Geen probleem, 1 seconde en we hebben een hardpoint binnen, dus daarom bleef ik heel eventjes wachten. Dan gaan we hier deze kill oppakken. En de Remington, die kan ik echt heel erg biers mee gaan, maar ik kan er ook heel erg verneuk mee gaan. Het is altijd een shotgun die wisselvallig is. Hierachter zit er één. En natuurlijk heeft hij een LMG met, een target finder. Ik heb net de hele avond Modern Warfare 3 gelivestreamd. Een hele leuke stream, iedereen was superleuk. Het was supergezellig. En dan kom je dan in Black Ops 2 en dan ga je dit spelen en dan kom je een target finder tegen. En dan denk je, what the fuck, of een kap 40 die veel te overpowered is. Nou ja, weet je, het is niet anders, het is eenmaal zo. Hier zit er eentje, die gaat zich nu omdraaien, maar dan pakken wij hem en dan pakken we die punten mee. Kijken of we langzamerhand naar de lightning strike kunnen gaan en misschien wel... verneukt. En misschien wel een orbital eruit kunnen slepen. Het hoeft maar echt eventjes goed te gaan. Plus misschien nog 1 of 2 hardpoint punten erbij. En dan ben je eigenlijk al gebakken. Zo snel kan het gaan op hardpoint. Maar dan moet het wel gaan gebeuren. En hier pak ik deze kill gewoon mee. En die... Ik snap die echt... Ik snap die fucking hitmarkers niet. Waarom krijg ik op die afstand geaimd nog wel een hitmarker? En natuurlijk, hij schiet gewoon door, krijgt mij erbij. En dat is verneukt. Dat is gewoon verneukt. Ik moet wel, ik bemerk heel erg, omdat ik zoveel aan het lullen ben, dat ik moeite heb om te praten een beetje. Nou, niet zozeer moeite. Maar het is wel wat om gewoon uren achter elkaar door te blijven lullen. En jullie pakken we even mee. De Remington is leuk, maar ook weer fucking saai. Zoals de KSG vraagt toch om een beetje skill en dan is het leuk. Dit is gewoon... Dit is toch bullshit. Hoe kan ik nou weer een hitmarker krijgen met die fucking Remington, long barrel en nog eens een keertje laser sight. Die je nu trouwens niet eens in beeld ziet komen. Maar ik heb hem er wel op. Hier, deze pak ik wel. Dubbele hitmarker. Pak ik deze. Die auto gaat bijna ontploffen. Ik ga die punten pakken, ik ga die punten pakken. Ja, die punten waren al weg. Even kijken of ik hier... Nee, ik word wel in mijn rug gekild. Dat is wel een beetje balen. Dan pakken we deze op. Dat is een hitmarker. Maar dan hoef ik niet bang te zijn voor nog een hitmarker, zou je denken. Nee, daar hoef ik ook niet bang voor te zijn. Gelukkig. Ik ga wel objective spelen, maar ik ga er niet superveel op letten. Die pak ik. En dan gaan we hier eventjes zitten. Even herladen, even zorgen dat we weer 8 kogels in onze magazijn hebben. En dan gaan we hier snel. En dan pakken we 1. En dan pakken we die tweede weer niet op, hè. Ik weet niet, maar zoveel schilderde niet die afstand die ze hadden. Maar toch, blijkbaar mis ik hem. Pakken we hier de punten op, die hier staan. Oh, tegelijkertijd erop. Hier die hardpoint punten weer. Hebben we wel onze UAV, maar ik werd meteen in mijn rug gekild. Hebben we nog 5 seconden en dan gaat hij weer in het midden gespand worden. Maar ik zie dat ze hier allemaal aan de zijkant spannen. Dus dan loop ik even deze kant op. Kijken of we hier in de rug kunnen komen. Oh, we hebben een orbital mee. En ik speel helemaal solo, zonder mensen. Dus dit is wel heel erg voordelig. En die zit boven dus, blijkbaar, op de top. Die gaat nu
Hier gaat er eentje komen. En ik zag hem aankomen. Ik heb een orbital. Maar ik koos ervoor om naar boven te gaan. Dat was gewoon een domme fout. Het was gewoon echt een hele domme fout. 16 om 13 gaat niet heel verkeerd. Deze wordt gekilled. Volgens mij gequickscoped. Maakt op zich niet uit. En dit was een heel slecht geaimd. Oké, ik moet wel wat beter op gaan letten. Want ik zit nu heel veel op die radar te letten. En die omschakeling van MW3 naar Black Ops 2 is gewoon echt... eigenlijk best wel... kut. Even kijken of we... hier de knife runner kunnen pakken. Dat is wel lekker. Hier pakken we toch nog die punten. Hebben we de lightning strike. Dat is wel lekker. Gooien we de UAV erin. Zodat we niet voor verrassingen zomaar komen te staan. Zoals dat bijvoorbeeld. En hierachter loopt er ook ergens één. Die ondertussen wel naar boven is gegaan. En ik ze nu in mijn rug zie komen. En die kill pak ik. En dan wil ik hier even wegwezen. Want... ik wil niet in mijn rug genomen worden. Hier pakken we hem ze allebei. Ik viel heel even stil weg. Ik moet hem laden. En dan pakken we onze orbital. Dat is wel lekker. We hebben die orbital te pakken. Zo snel kan het dus gaan. Hier zet ik die. Die zet ik daar. En die zet ik daar. Dan hebben we een beetje die omgeving daar afgesloten. En dan pakken we 1 kill, 2 kill. Zetten we onze orbital in. En... dan denk je, waarom heb je niet eerst die orbital? Dan had je misschien meer kills kunnen krijgen. Ja, misschien wel. Maar nu krijg ik sowieso de punten op het moment als ze binnen of gekild worden door mijn teammates. Hier schieten ze op de ingang. Dat is best logisch. Hitmarker en daarna kan ik hem niet oppakken. Helaas, helaas, helaas. Met te veel mensen. En ik was te overmoedig. 27 om 16. Hier in brown zit er nog eentje. Die zit er boven. Dat is 1 en dat is 2. En natuurlijk, hij pakt mij wel, want ik schiet langs zijn hoofd neer. Af en toe heel apart. Maar dat gebeurt dus altijd als ik shotguns heb. En vooral met de Remington als ik daarmee aan het spelen ben. Want de een of andere manier schiet ik er altijd naast. En die staat om me te wachten. Dat is best logisch. Ik heb geen C4. Mijn orbital is afgelopen en dan komt hij achter me. Dat is gewoon slim gelopen van hem. Helaas pak ik hem niet. Daar zie ik iemand... staan, die kan ik gelukkig pakken. En dit soort kills heb je dan wel in één keer. Gewoon van een afstand. En deze heb ik ook gelukkig. Kijken of we nog een keertje die orbital binnen kunnen halen. Binnen kunnen vissen. 152 punten. We moeten er nog 100 om te winnen. 3 minuten resterend. Even kijken wat er gaat gebeuren. Zij staan bovenop dat klote ding. Hier word ik beschoten. Maar geen probleem. Helaas kan ik hem niet killen. Maar wordt hij wel gekild door een teammate van mij. Dus geen probleem. Want ik ga hier gewoon naar boven kijken of ik... de remaining people die hier zitten kan killen. En natuurlijk niet. Ik schiet natuurlijk weer mis door die shock charge. Ik moest bukken voor die bouncing Betty. En ik kon... oh, en die zat ik niet op te letten omdat ik heel even op de radar zat te kijken. 32 om 20. Helemaal geen verkeerde score. Kijken of die hierheen komt. Want hij heeft mij gezien. En bam, hij staat precies op het moment als ik aan het aimen ben. We staan ver. Tuurlijk, ga jij daar liggen op de grond, jongens. Wat is dit voor bullshit? Hij gaat hier liggen precies op het moment als ik langskom. Dan kan ik hem namelijk niet zien. Dat is best wel heel erg verneukt. Maar ja, ook daarin, weet je. Dat is gewoon... dat zijn die verneukte kutmensen. Die zal waarschijnlijk hierboven nog eens liggen. Nee, niemand. Hij is hier naar buiten gegaan. En is waarschijnlijk... hier, dit is een mooie turn-on. En dan killen we hem daarbij. Buskill. En dan weet ik niet waarom ik niet op hem schoot. Ja, ik schoot wel, maar hij triggerde hem niet. Dat bedoelde ik eigenlijk meer te zeggen. Sowieso gaan ze zo meteen brown in binnenlopen. Dus die ga ik hier eentje op passen. Kijk, en dit snap ik niet. Dan kom ik dichterbij, omdat ik zeker wil zijn van die kill. En natuurlijk krijg ik weer een hitmarker. Snap jij het? Nee, ik snap het ook niet. Oké, Capture die zit hier in het midden. Die is dood. Pak ik net niet die punten mee. En natuurlijk, ik snap er gewoon niet waarom ik hem mis. Ik aim helemaal... nou, blijkbaar wel heel erg slecht. Kijk, en dit soort dingen heb ik dan weer wel, weet je wel. Hardpoint secure. En 1 kill. En de tweede kon ik niet pakken omdat er 2 mensen achter me lopen. En 1 van die 2 die kan mij killen. En natuurlijk, alle 2 kunnen ze me niet killen. Want uiteindelijk pakte mij 1 de kill en niet 2. Even kijken, hier. Waar komt die vandaan? Natuurlijk van boven. En die heeft me natuurlijk precies goed. Ik bedoel, er staan er nog 3-4 man om me heen. En uiteindelijk is hij degene die mij pakt. En hij schoot weer niet. En dan weer bijna gewoon dood. Ik ben helemaal... normaal gesproken kan ik best wel... nah, fuck dat. Relaxte streaks opbouwen met Remington. Je zag het zelf. 38-27 gaat iets slechter. Maar ja, lukt het gewoon net niet. Daar heb ik die 100 punten. Hier zag ik er ook eentje binnen. En die kan ik niet pakken omdat hij gewoon te ver staat.
Er zit een hunterkiller in de lucht. Ik wil wel oppassen dat hij niet op mij komt. Ik ga... Weer! Een shotgun die heeft verschillende kogels waardoor die uit elkaar gaan en daardoor een bredere range heeft. Maar ik kan er niemand mee killen en uiteindelijk ben ik altijd degene die wel gekild wordt daardoor. We hebben nog 18 seconden over. Kijken of we nog de 40ste kill kunnen pakken. Dan hebben we een redelijke score. En daar is de 40ste kill. En daar is de 41ste kill. Pakken we nog die hardpoint mee. Ga ik mijn UAV nog inzetten. Zal helemaal niks uitmaken. En ja, dan loop ik doelloos door het midden en dan ga ik alsnog dood. Dat wordt mijn 30ste dead en dan is die afgelopen. Dames en heren, dit was dag nummer 4 van de Shotgun Week. Laat even een like achter als je hem leuk vond. Laat even weten met welke shotgun je op Modern Warfare 2 wil dat ik daarmee speel. En misschien dat ik daarmee speel. Ik heb al wel eens een paar reacties gezien en dan ga ik die misschien sowieso ook gebruiken als jullie iets achterlaten. Dankjewel, vergeet niet te liken.